Mooi dat zoveel Flevolanders hier zijn vanmiddag bij Boel Kok. We praten vanmiddag over de toekomst van Flevoland. Hoe willen we dat verder ontwikkelen? Waar liggen kansen? En het is mooi dat we dat in een hele bijzondere vorm kunnen doen. Namelijk in een open ruimte met elkaar in gesprek gaan. Heel veel mensen, hele verschillende mensen, die allemaal enthousiast waren, die goed met elkaar in gesprek gingen. Hier moet je gewoon veel meer promotie van maken, maar het is gewoon de moeite waard. De rode draad die ik eigenlijk gezien heb in alle gesprekken, is dat mensen zeggen, alles hangt met alles samen. Flevoland mag trots zijn op de ruimte die we hebben, over innovatie, hetgeen wat we hier met z'n allen doen. Dat je dit vaker moet doen met elkaar, maar ook in de breedte. Dus niet alleen maar die aparte onderwerpen. Kracht tot nu toe is hoe de provincie geworden is tot wat ze nu is. En ik vind dat je die kracht moet kunnen gebruiken op een nieuwe manier. Om de uitdagingen van morgen en de komende tientallen jaren op een andere manier zeg maar vorm te geven. Wat zouden we nou kunnen doen als samenleving om wijken duurzamer en groener te maken? Misschien weten we het als samenleving wel beter. Dus dat een wijk zelf die wijk groener gaat maken. Als ik kijk naar de toekomstagenda van Flevoland, dan mis ik daar één heel belangrijk woord, welbevinden. Wat is het verhaal van de inwoners, hoe het met hen gaat, wat hun wensen zijn? Wij pleiten voor een burgerberaad. Een goede afspiegeling van de samenleving die kijkt naar problemen waar de hedendaagse politiek tegenaan loopt. Samen maken we Flevoland.